Akinbo to blij dat werkers Makemboa aan de slag kunnen. Minister Sergio Akinbo to van Natuurlijke Hulpbronnen, NH, is zaterdag in een kamp bij Roma Pit getuige geweest van het opblazen van gesteente. Goudzoekers van Nieuw Koffiekamp, verenigd in Makemboa, kunnen vanaf vandaag door deze blest beginnen met het zoeken van goud. De blest heeft door omstandigheden 8 maanden later plaatsgevonden. De bewindsman, die een informeel bezoek bracht aan Nieuw Koffiekamp, is enthousiast ontvangen met gezang van de vrouwen van het dorp, Rosebel Gold Mine, de overheid, het districtscommissariaat. Het traditioneel gezag van Nieuw Koffiekamp en de mijnwerkers verenigd in Makemboa, hebben in 2017 een overeenkomst getekend om te mogen mijnen in een van de mijnbouwgebieden van Rosebel. De miningwerkzaamheden begonnen reeds in 2017, echter in november 2018 ontstonden er problemen door wateroverlast in de pit en hard gesteente. Er is toen een proces ingezet om toch te komen tot de blest van het harde gesteente, zegt het ministerie van NH. En van de belangrijke aspecten bij een blest is het zorg dragen voor optimale veiligheid. De NH-minister is blij dat het nu dan toch eindelijk zover is gekomen en is getuige geweest van dit heugelijke feit. Voor de jongeren van Makemboa betekent dit dat zij nu verder kunnen gaan met het mijnen. De inschatting is dat er iedere 6 weken een blest zal plaatsvinden. Tijdens het bezoek aan Rosebel heeft Akinbo to ook Royal Hill bezocht en vergewiste zich daar van de problematieken rondom de illegale kleinschalige goudmijners die onrechtmatig dit gebied betreden. De minister heeft de veiligheidssituatie ter plekke waargenomen en zal met de relevante betrokkenen bespreken hoe te komen tot verantwoorde verbetering.